Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze. Eigenlijk uh, informatievideo. Omdat ik die eigenlijk wel uh, moet maken. Want er is veel gebeurd de afgelopen dagen en alles. De waarom ik de video van gisteren. Waarom dat een half potje FIFA was. Dat was omdat ik het gewoon druk heb met school. En heel veel moet leren en alles. Examenjaren en zo. Best wel vervelend. Maar. Was nog dagelijks uploads voor jullie altijd. Maar niet uit wat het is. Tof content gewoon. Ik ga er weer door. En ik heb gisteren ook 90 minuten gevoetbald met uh, A1. Was super leuk. Als je dat keel wil zien dan ga ik dat dinsdag vlog voor jullie doen. Dan even plauderen voor ook op deze video. En ik ben een beetje ziekjes. Ook een beetje maar. Kou, uh, hoofdpijn, keelpijn, spierpijn. Uh, noem maar op. En natuurlijk... Het belangrijkste van alles: ik heb mijn kanaalnaam natuurlijk veranderd van GamersNL naar FC de wire. En waarom <coughs> en waarom ik dat gedaan heb, is omdat ik totaal geen gamer ben. Ik ben meer van de vlogs, van de actievideo's, van de crossfire challenges of van de pranks, van die actievideo's. Heel af en toe komt er natuurlijk ook nog wel een Fortnite videootje aan, sowieso als FIFA 19 uitkomt, FIFA 19 video's. En uh, ik heb nog een spel Uno op de Playstation, dus ik kan ook nog een keer een potje Uno spelen als jullie dat willen. Uh, nou, GTA heb ik nog, dus ik kan ook wel een keertje GTA story doen. We kunnen FIFA 18 career mode doen. Op FIFA 19 gaan we sowieso mode doen. Maar voor nu probeer ik even een paar content-ideeën te bedenken. Laat even weten in de reacties wat jij ervan vindt. Ajax heeft natuurlijk gisteren met 5-0 van FCM gewonnen. Daar ben ik blij mee. En dan kreeg, de laatste tijd kreeg ik veel reacties onder mijn video's. Van uh, dat mijn kekkenkamerunavisie niet helemaal goed was. Maar weet je, ik ben van Ajax. Dus ook een heel klein beetje van jonge Ajax. Dus dan dacht ik van, ik zet Jong Ajax bovenaan. Maar wat jullie, mijn kijkers, hebben me ook van gedachten veranderd. Jullie hebben dat aan mij verteld dat dat totaal niet is. Op osm heeft Jong Ajax ook doelstelling 4. Twente doelstelling 1. Jong, uh, ik bedoel Sparta doelstelling 1. NSC doelstelling 1. Helmond Sport doelstelling 4. Weet je wel. En als ik heel eerlijk ben, denk ik ook dat Twente... Eerste woord en Twente weer naar de Eredivisie komt. Maar voor nu heb ik alles wel verteld wat ik wou zeggen, ondanks dat ik een beetje ziek ben en dat ik het druk heb met school. Komen er gewoon dagelijkse uploads online. Altijd vullen, ik ga hard. Dus abonneer even op dit kanaal. Volg me natuurlijk op Instagram. Ook gewoon FzW. Hetzelfde als mijn YouTube, dus je kunt het eigenlijk kopiëren plakken. Nog blaad ik mogen. Like, abonneer, zet het belletje aan. Als je geabonneerd bent, en dan zie ik jullie morgen gewoon weer terug in een gloednieuwe video of vlog. Mensen maken er nog een fijne avond van, want dit komt om 7 uur in de avond online, of zondag. En dan zie ik jullie ja, gewoon weer terug in een gloednieuwe video of vlog. Ciao mensen.